Welkom bij een nieuwe aflevering van de Nederlandse BI-podcast. Het is een lange tijd geleden, maar er is groot nieuws. SAP heeft een nieuwe analytics roadmap geïntroduceerd. En daar wil ik het vandaag over gaan hebben met twee van mijn Interdops-collega's. En dat zijn Martijn en Xavier. Hey, goedenavond Ronald. Goedenavond. Goedenavond mannen. Boekenschrijvers, hè, dat mogen we wel weer zeggen. Het nieuwe Discovery boek is volgens mij ligt bij de drukker, denk ik. Hè? Dat klopt. En het andere boek ook al bijna. Ook al bijna. Ja, dus er komen twee boeken. Eentje voor Lumira Discovery en eentje voor Lumira Designer. Ja. En die gaan de komende weken gaan geprint worden. Oké. Okay. Dus ja, dat is heel mooi. Mooi, daar hebben jullie wel heel veel energie in gestoken natuurlijk met Solon. Ja, al die tijd geen tijd voor de podcast, hè? Dus, nee, dat blijkt wel inderdaad, ja. Het was mijn eerste boek, maar het smaakte absoluut naar meer, maar het is wel een behoorlijke karwei, moet ik zeggen. Ja, dat geloof ik, ja. Nou ja, goed, Xavier, jij hebt wel eens een keer een praatje gehouden ergens, een presentatie gegeven, hoe schrijf ik een boek? En dat was wel, dat was inderdaad wel indrukwekkend. Ik kan me herinneren hoeveel tijd dat uiteindelijk kost. En ja, je moet het natuurlijk goed doen en al dat pre-reading en dan weer eens een keertje naar een drukker toe en weer een proefdruk en noem maar op. Maar, maar goed, je bent wel vereeuwigd voor natuurlijk, dus dat maakt het denk ik ook wel weer de inspanning waard. Ja, absoluut. Oké, hey mannen, ik zei het net al in de introductie. Jullie hebben een prachtig boek geschreven. En wat schetst de verbazing? Een aantal weken geleden wordt er een nieuwe roadmap geïntroduceerd door SAP. Een nieuwe analytics roadmap. En dat is het onderdeel waar we vanavond ook willen gaan hebben. Er is een hoop gebeurd de afgelopen weken. En we willen eens wat dieper ingaan zeg maar, op wat het nou eigenlijk betekent voor klanten. Misschien even kort... Als ik even jullie het woord mag geven, wie kan er een goede samenvatting geven wat er een aantal weken geleden gebeurd is met de Analytics Roadmap? Xavier, ben je daar? Of Martijn? Ja, ik kan het wel even heel kort aftrappen. Wat er eigenlijk gebeurd is dat SAP de beslissing heeft genomen om voor het stukje data discovery binnen het BI toolset te kiezen voor SAP Analytics Cloud. Dat betekent eigenlijk de facto dat SAP Lumira Discovery, de tool die eigenlijk afgelopen zomer met 2.0 een grote update had gekregen, dat die langzaam maar zeker aan de kant gaat worden gezet. En dat we dus naar de cloud te gaan. Ja, en, precies. En het verbaast me eigenlijk, met name het moment van bekendmaken hiervan. Want er ging natuurlijk al het gerucht rond dat men hiermee bezig zou zijn en... Ja, op de lange termijn is het op zich ook wel een logische visie. Maar dat het zo snel zou komen, dit nieuws. Vooral omdat die introductie van die 2.0 versie eigenlijk pas net geweest was. Ja, dat heeft me toch erg verbaasd. Dat had ik niet zo snel verwacht. Nee, ik denk heel veel mensen niet. En zeker als je alle discussies die natuurlijk geweest zijn bij de introductie van de nieuwe versie van Lumira. En de lange tijd die het heeft geduurd voordat de versie compleet was. En zonder bugs en noem allemaal op. SAP heeft een redelijke tijd genomen natuurlijk om het helemaal uit te dokteren. Ja, ik was net zo verbaasd als jullie eigenlijk daarover inderdaad. Aan de andere kant, wat ik begrepen heb, is in ieder geval Discovery nog wel, de on-premise versie althans, geruime tijd beschikbaar voor klanten volgens mij. Hè? Martijn, volgens mij iets van, iets van 2024 volgens mij blijft die bestaan? Ja, als je kijkt naar hoe de roadmap voor Lumira Discovery eruit ziet, dan zie je dat voor 2018... De focus ligt op een stukje kwaliteit, verbetering van performance en het toevoegen van een aantal functionaliteiten die bij de grote update van 1.x naar 2.x niet meer binnen de tijdslijnen pasten, die komen erbij. Support en maintenance tot minimaal 2024 inderdaad. Dat kan zomaar weer langer worden. Je ziet dat in 2018 dat er nog wel
dus nieuwe features bijkomen. Maar dat vanaf 2019 SAP heeft aangegeven, ja, de nieuwe features zullen minimaal zijn. Wat overigens wel interessant is, is en dat is denk ik ook iets wat we moeten benadrukken hier, is dat men heeft het over Lumira. Maar ja, Lumira bestaat natuurlijk uit twee delen. En wat men nu zegt is van ja, de Lumira designer, die blijft voorlopig zoals het is. En Discovery, die blijft ook complementair als je het hebt over ja, het prototypen van applicaties. Hè. Als je snel een dataset nodig hebt en je hebt nog geen HANA view of je hebt nog geen BW-query of je hebt geen universe data beschikbaar, dan kan je nog steeds met Discovery een dataset maken, hè, waar we het eerder op onze events ook over hebben gehad. Ja. En je kan die dataset, kan je middels de composite methode, die kan je dan je designer client binnenfietsen. Dus ja, dat is hoe SAP de Data Discovery Roadmap update gebracht heeft ergens in februari. Ja, ja. En een van de primaire redenen van SAP is om zeg maar de energie te gaan steken om één Discovery tool uit te gaan brengen en dan heel primair te gaan kiezen voor de cloud, is omdat, zoals ze zelf uitleggen, is dat de cloud een heel groot groeimodel heeft. Cloud kan je natuurlijk heel snel innoveren, terwijl het op on-premise veel lastiger is, omdat je dan veel vaker natuurlijk vastzit aan bepaalde release momenten. Waar ik heel erg benieuwd naar ben, is als ik, jullie hebben natuurlijk de afgelopen tijd heel veel kennis opgedaan van Discovery en op events erover gesproken, de boeken geschreven, hebben het er al over gehad. Is die versie nou echt future-proof? Of is die nou feature-rijk, zeg maar? Of zeg je van er zitten toch nog een aantal componenten in waarvan ik denk van dat had nog wel wat beter gekund. En dan heb je het over Discovery 2.1 is inmiddels de laatste versie. Ja, ja. Ja, wat er eigenlijk nog steeds mist in Discovery, en dat is waarschijnlijk ook een van de redenen waarom het nooit echt is gaan vliegen in de markt, is de feature om live data vanuit je HANA of BW data bronnen te combineren met offline data. Okay. Dus als je een dergelijk scenario wilt doen, dan kom je toch weer terug op het importeren van data naar Lumira toe. Dat kon in het 1.x kon dat ook wel. Alleen dan loop je tegen allerlei performance en feature problemen aan. En dat wil je niet. Je wil gewoon dat eigenlijk gewoon werkt. Hè? Ja. En wat je dan ziet bij andere producten, zoals een Tableau bijvoorbeeld. Ja, daar zitten dat soort dingen toch al enigszins in. Gewoon standaard. Maar deze functionaliteit, dit zit ook prima en nog niet in SAC volgens mij, toch? Of wel? Nou, het scenario dat je dus inderdaad een live bron combineert met een offline bron, dat zit er nog net niet in. Maar okay, dat gaat er op heel korte termijn wel in komen. Ja, ja, precies. Dus alles wat te maken heeft met die live data connecties, zeg maar, die worden steeds belangrijker natuurlijk ook. Ja, en je ziet dat ze één voor één al die scenario's gaan aftikken. Hè? Dus ze zijn begonnen met een data blending scenario waarbij je twee offline bronnen met elkaar kan koppelen. Dus twee Excel sheets. Ja. Dat is een basis scenario. Een paar weken geleden is het scenario live gegaan dat je twee live HANA views met elkaar kan koppelen in een cloud story. En wat er op cirkel tot mij aankomt is dat je dus ook een HANA view met een offline databron kan koppelen. Ja, ja. Ja, de snelheid van ontwikkeling hierin is natuurlijk door SAP zelf gewoon razendsnel, omdat ze gewoon op dat cloud platform zitten natuurlijk. Ja. Nou ja, dat is in ieder geval mooi. Dus je ziet in ieder geval wel dat het is eigenlijk wel een logische stap, denk ik. Dat is wel, het is misschien niet fijn, hè? En zeker niet als je natuurlijk net een mooi boek geschreven hebt. Maar het is wel een logische stap natuurlijk als je kijkt naar zeg maar waar SAP toch uiteindelijk probeert tegenop te boksen. En dat is dus inderdaad de Tableaus en de Spotify's en misschien ook in zekere mate ook wel de Power BI's van deze wereld. En dan kan je beter je geld zetten op één product dan twee producten half doen. En dan weet je zeker dat je de oorlog niet wint. Nee, de keuze die is best logisch. En uiteindelijke einddoel van die keuze is natuurlijk dat je één cloud tool hebt waar je al je BI-achtige zaken in kan doen. Hè? Dus planning, BI-reporting, predictive, op één plek. Ja, en ik denk dat ook wel de kracht is natuurlijk van SAC. Hè? Als je kijkt naar, het is veel meer dan zeg maar alleen maar een analytics tool. Er zit ook een stuk natuurlijk, sowieso predictive, hè, wat ze proberen steeds dikker aan te zetten. Volgens mij is dat nog beperkt, maar komt daar steeds meer ML-achtige technologie in voor. Plus het feit inderdaad wat je net al aangaf. Hè.
En volgens mij waar SAP vooral heel erg veel gas op gaat geven, is het hele hybrid analytics. Ik weet niet of jullie daar een goede definitie van kunnen geven, van wat SAP bedoelt met hun hybrid analytics strategie. Nou ja, nog heel even inhakend op het stukje van net. Ja, die niet elke klant, hè, want uiteindelijk zegt SAP, ja, dit wordt onze roadmap. Hè, SAC wordt het vlaggenschip voor data discovery. En ik denk dat feature technisch gezien dat best wel snor zit. We hebben er ook veel ervaring mee opgedaan al. Maar we hebben ook te maken met heel veel klanten die zeggen van ja, ik wil met mijn data discovery nog niet in de cloud starten, want ik heb nog heel veel on-premise informatieobjecten gemaakt en rapporten en van alles en nog wat in mijn BI-platform. En hoe ga ik dat nou doen? En dat is denk ik waar die hybride strategie vandaan komt. Want SAP is zich terdege bewust van het feit dat klanten niet kunnen opgeven en zullen opgeven om vervolgens alles naar de cloud te brengen. Zeker omdat er, en dat is ook mijn verwachting verder, niet iets van een migratiepad of iets dergelijks zal komen. Dus dat betekent op dit moment dat alle content die je hebt gemaakt in je BI-platform, hè, of het nou Webby is, of het nou misschien nog Crystal is, of Design Studio, of Lumira, Analysis for Office, je zult daar iets mee moeten gaan doen. En die hybride strategie, ja, die houdt eigenlijk in dat SAP samen met de Analytics Hub en het BI-platform en Analytics Cloud eigenlijk een soort driehoek maakt, waarin je al je bestaande content via de hub kunt ontsluiten. Mm-hmm. Als een soort van BI launchpad, hè, één portal. We hebben het daar in de vorige podcast, meen ik, ook over gehad. En daarmee je begint met nieuwe initiatieven in Analytics Cloud en je bestaande content die je op je BI-platform hebt staan ook mee kunt nemen. En zo één hybride omgeving creëert met al je assets daarin die van belang zijn. Ja, dus die hub die wordt echt zeg maar de brug tussen het hele stuk on-premise en cloud. Hè, waarmee je dus gewoon één ingang hebt zeg maar, waarmee je dat kan doen. En de hub is volgens mij ook gebouwd op zaktechnologie, hè, uiteindelijk. Ja. Zeg maar. Dus het is ook gewoon de cloud tool natuurlijk. En uiteindelijk is dat dan zeg maar de overkoepelende hybrid functionaliteit. Ja, en dan die hybrid die zit hem enerzijds dus in de hub die de toegang geeft tot cloud en on-premise assets. Laat ik het zomaar even omschrijven. Ja. Maar daarnaast, ik ben eind januari nog voor een partnertest rondom het BI-platform in Waldorf geweest. 2-3 dagen. En wat daar heel duidelijk naar voren kwam, dat was nog voor de strategy update. Was dat eigenlijk vanuit het C-level management van SAP eigenlijk aan alle product managers in het analytics vlak gevraagd is om veelal out of the box na te denken over hoe kunnen we het bestaande product binnen jouw productgroep gereed maken om een rol te spelen in die hybride structuur. En dan moet je denken aan het feit dat men bijvoorbeeld bezig is om te kijken hoe kan ik een SAC-model gebruiken in Webby. Of hoe kan ik een Webby-document waar data in zit gebruiken als bron voor een model in SAC. Je ziet al de mogelijkheid om bijvoorbeeld met Analysis for Office een Analytics Cloud model te consumeren. Dus je ziet allerlei van dat soort strategieën, technologieën ontstaan die gecombineerd worden om klanten maar te masseren om langzaam van een on-premise naar een cloud omgeving te gaan. Ja, je triggerde me eventjes, vandaar dat ik eventjes. Ik zat te kijken in de SAP Lumira roadmap en wat ik daar ook al zag staan, zeg maar, is ergens support of SAP Analytics Cloud Data Models, zeg maar, voor 2018-2019. Ja. Dus dat betekent uiteindelijk volgens mij ook dat designer in feite zeg maar ook straks waarschijnlijk zeg maar Analytics Cloud als een bron gaat krijgen.
Interpreteer ik dat goed, denken jullie? Of zal dat... Ja, ik denk het wel. Die interoperability tussen al die tools, ja, daar gaan ze gewoon heel ver mee dadelijk. Ja. Ja, even speculeren. Ik denk dat ook die analysis voor Office Workbooks, dat je op een gegeven moment gewoon kan opslaan vanuit AVO naar de cloud toe. Ja, dus dat ja, je niet precies. Meer per se een BI-platform of een BW-omgeving nodig hebt om die dingen te hosten. Ja. Ja, kan bijna niet anders dat het daar naartoe gaat. Ja, jij had er al een mooi filmpje over gemaakt, Xavier, ja. Op jouw blog. Het enige wat we missen is dat je van een agnostic file, want als je een analysis voor Office Workbook op Analytics Cloud opslaat, dan ziet hij dat als een agnostic file. En daar kan je nog geen link van genereren. Maar als dat wel kon, dan kon je een workbook op Analytics Cloud opslaan, via de hub ontsluiten. En met wat trucjes kun je dan dat workbook in één keer openen in je AVO-client. Hij refresht als je single sign-on inregelt. Ja, dan heb je het eigenlijk al. Dan kan je AVO gebruiken zonder BI-platform. Ja. Ja, dus het enige wat we straks nog missen is dat designer op de een of andere manier nog gaat connecteren dan met zo'n Analytics Cloud bron. Aan de andere kant heb ik ook nog gehoord, misschien dat jullie dat ook nog wel gehoord hebben, is dat er ook een soort van applicatie builder in SAC komt. Hebben jullie daar iets van meegekregen? Ja, daar hebben we toevallig deze week een korte demo van gehad. Dat ziet er heel interessant uit. Wat ze daar gaan doen is dat er in eerste instantie iets wat op de composites uit Lumira Designer en Discovery lijkt te worden ingebouwd in SAC. Dus kleine objecten die je kan hergebruiken over meerdere rapporten binnen SAC, over meerdere stories. En dat zal in de loop van de tijd verder uitbreiden met meer coding en meer custom features die je daar aan kan toevoegen. Dus dan krijg je een beetje wat Lumira Designer nu on-premise kan. Dat zal op een gegeven moment ook in de cloud mogelijk zijn. Ja. Daar gaat het gewoon naartoe. Met dezelfde coding. Dus ook op basis van de JavaScript. En dat is goed nieuws. Is dat goed nieuws, ja? Nou ja, dan kunnen in ieder geval als je ontwikkeling hebt gedaan op Design Studio en Lumira Designer. En alle ervaringen die je daarmee hebt gedaan binnen dat coding stukje, ja, dat kun je gewoon weer hergebruiken in de cloud. Ja. Ze beginnen niet met iets compleet anders, compleet opnieuw. En waar ik heel erg benieuwd naar ben, is waar eindigt het? Hè? Is nou het eindstation voor SAP, denk je, dat we helemaal geen on-premise meer hebben? Of zou het zo zijn dat er altijd wel een zekere on-premise, dus ook gewoon een BOE is met de functietijd, zeg maar, die daar op dit moment in zit en in SAC niet? Hè? Dus scheduling en broadcasting en alles wat zeg maar in de BO Enterprise nog wel gewoon op dit moment gewoon als functietijd beschikbaar is, maar nog niet in SAC. Is de verwachting dat er heel snel bij komt en dat we dan afscheid nemen van de BOE? Of is puur speculatie waarschijnlijk, want we weten het niet. Of verwacht je dat twee platformen zijn die gewoon parallel naast elkaar blijven bestaan? Nou, ik denk persoonlijk dat het daar wel naartoe gaat. Zeker ook omdat er straks de mogelijkheid komt dat je met een SDK zelf extensies kan maken voor SAP Analytics Cloud. Dus eventuele features die SAP zelf niet gaat leveren, hè, zoals een scheduling misschien of andere dingen, die zouden dan nog door derde partijen kunnen worden gemaakt. Oh, een soort plugin. Dus dat geeft extreem veel mogelijkheden om een platform te creëren op heel korte termijn. Ja, dat alle features kan bevatten die andere platformen ook hebben. Ja, ik weet niet, Martijn, hoe jij daarover denkt? Of jij dat anders ziet? Nee, uiteindelijk, kijk, SAP is natuurlijk, ik dacht 2014 begonnen met die convergence roadmap. Hè. Elke keer zien we die producten set aan de analytics kant, die op die on-premise stack draait, die zien we elke keer steeds kleiner worden. Nou, de endstate van die convergence is dus analytics cloud. Hè. Eén tool waarin al die capabilities worden afgedekt. Wat ik ervaren heb in de 12 jaar die ik nu in BI-landschap rondloop en met Business Objects door heb gebracht, is dat men ook onder de vleugels van SAP niet altijd erin slaagt om al die functionaliteiten maar met terugwerkende kracht ook weer beschikbaar te maken als er een nieuw product komt. Uiteindelijk is dat wel het doel. Alleen de vraag, Ronald, is altijd in hoeverre kan SAP klanten masseren, motiveren, bewegen om ook daadwerkelijk de stap te maken die je als vendor voor ogen hebt. Ja. En soms heeft een klant echt dingen gedaan. Dan kom ik ergens binnen en dan denk ik, wow, dit,
ja, als je SAP of Business Objects dit laat zien, dat hadden ze nooit voor mogelijk gehouden dat je dit kan doen, zeg maar. Ja, en dat soort scenario's zijn vaak heel waardevol voor een klant. Maar zijn ongelooflijk moeilijk voor een vendor om daarop te anticiperen. Dus ja, laatst zei iemand tegen mij ook van, nou ja, jammer dat je die boeken hebt geschreven. Hè? En toen zei ik van ja, maar er zijn ook nog klanten die hier gewoon Bex Analyzer gebruiken. En dat ook al 8 jaar lang doen, terwijl Business Objects gepositioneerd is als de frontend voor je BW-omgeving bijvoorbeeld. Dus ja, ja, er zullen heel veel klanten zijn die heel graag willen innoveren en die dit ook met beide armen zullen omarmen en vastpakken. Er zullen ook heel veel klanten zijn die veel conservatiever zijn in de adaptatie van cloud en het afscheid nemen van hun on-premise omgeving. Maar dat het voordelen heeft, dat is een waarheid. Ja. Ja, er zijn nog wel wat andere producten wat ik, als we praten over zeg maar de hele convergence strategie, is volgens mij Xavier, Excelsius gaan we nu echt afscheid van nemen volgens mij, hè? Business Objects Dashboard, 2020 is er geen Flash meer, dus dan is die definitief dood, denk ik. Ja, dan kan het bijna niet anders meer. Nee, nou, het werd ongeveer wel tijd, denk ik dan, zeg maar. En volgens mij, er is ook een verhaal over Business Objects Enterprise zelf, toch? De 4.2, dat heeft een volgens mij een tot 2024 of zo, volgens mij. Maar is het nou de vraag of er een 4.3 kwam? Ik had daar iets van meegekregen of zo, maar ik weet niet helemaal zeker of ik dat nou goed heb. Nou, het idee was wel dat er nog een vervolg komt, hoor. Oké. En of het dan 4.3, 4.4 of een BO5 wordt, dat weet ik niet, maar ja, okay. Er is nog geen intentie om daarmee te stoppen in ieder geval. Oké, nou dat gaat in ieder geval nog even door, nou gelukkig. Ja. En wat gebeurt er met Roambee? Nou, dat Roambee, dat gaan we nog terugzien dit jaar. Maar dan in SAP Analytics Cloud, neem ik aan. Ja. Oké. Dat zal op de een of andere manier worden geïntegreerd in SAP, ja. Ja. Oké, nou grappig. Ja, wat dat misschien gaat brengen, want het is altijd een beetje onduidelijk gebleven wat nu de strategie was voor de acquisitie daarvan. Maar wat we gezien hebben is dat het heel sterk is in het offline beschikbaar maken van rapportages en dashboards op een mobile device. En dat is ook al iets wat ik al 5, 6, 7 jaar op allerlei roadmap slides van SAP zie staan. Voor Webby en voor Lumira en voor van alles en nog wat rondom mobility, is altijd die offline reporting. En de technologie achter Roambee, als we dat een beetje oppoetsen en wat robuuster maken, zeg maar, met wat minder afhankelijkheden, dan zou dat echt op dat vlak wel eens een grote doorbraak kunnen zijn. Nou, cool. Nieuwe dingen, mooie dingen, toch uiteindelijk wel. Ja. Staat nooit wat stil. Wat mij betreft wel. Ja, ja. Precies. En wat Xavier ook al aanhaalt, dat is denk ik ook belangrijk voor klanten om te weten, is dat heel veel kennis en ervaring die is opgedaan met een Lumira, met een design studio, dat de concepten en ook in grote delen de UI en hoe het werkt, ja, dat allemaal relatief behouden blijft. Waardoor je toch wel vrij steile leercurve hebt in Analytics Cloud. Alright. Misschien nog een laatste bruggetje als we het hebben over kennis en klanten is, we hebben nog een event binnenkort. Wanneer is die ook alweer? Uit mijn hoofd. Over 2 weken zo'n beetje, denk ik. Over 3 weken. Drie weken. Ja. 27 maart. Het SAP Hybrid Event. Dus Interdops en SAP hosten samen dat event. En ik heb de agenda hier voor me en nou, een aantal mooie demo's zie ik. In ieder geval, jullie gaan een demo geven over Analytics Cloud en over de Analytics Hub. En Philips komt wat vertellen over hun story met Zak. Nou, wel heel erg gaaf. Dat is ook een koppeling met BPC volgens mij. En ook met allocatie engines, wat ik nog wel vanuit het verleden heb begrepen. Dus dat is in ieder geval heel erg mooi. En in de ochtend hebben we een aantal sprekers van SAP zelf. Yves Baggen en Florian Hamon. En die gaan volgens mij over de roadmap praten.
Ja, dus dat belooft een mooie event te worden waar we wat dieper ingaan op een aantal topics die we nu hebben laten passeren, denk ik. En ja, als je meer wil weten, dan kun je inschrijven, ik denk via onze site. Ja, dat sowieso. En wat ik zal doen is in de show notes van de podcast zal ik sowieso de link naar het event erin zetten. Zodat mensen klanten zich kunnen registreren voor dat event. En ja, last not least natuurlijk ook een heel belangrijk onderdeel van de agenda is de book launch van SAP Lumira Discovery Edition. En die hebben we mooi halverwege de agenda gezet. Dus ook dat neemt nog een prominente plaats in. Omdat we, wat we net al zeiden, Discovery heeft echt nog wel een leven. En voorlopig zeker ook nog wel tot 2024. En het is dus ook een onderdeel van de sessie geworden. Ja. En we sluiten af met een borrel natuurlijk, hè, zoals gewoonlijk. Maar je ziet ook echt in de markt, Ronald, dat klanten zeggen van we vinden Analytics Cloud echt heel interessant. En we begrijpen de roadmap update. Maar wij gaan eerst naar Lumira 2.1 migreren. Zowel de Discovery als Designer. En vanuit die positie gaan we verder kijken. En ik denk dat dat ook een hele verstandige is. Omdat, die overstap kun je gewoon heel vaak nog niet goed maken nog. Dus Nee, en ik kan me ook heel goed voorstellen dat het de bron van je data ook heel erg bepalend is voor een bepaalde oplossing. Weet je, als je heel veel cloud-achtige solutions hebt, zeg maar, SuccessFactors en noem ze allemaal maar op, zeg maar, dat misschien heel logisch is om daar SAC voor te gebruiken, hè, omdat je dan in ieder geval zeg maar in de cloud zeg maar zit. Maar als je primair on-premise applicaties hebt, ja, is dat misschien nog niet de meest handige route op dit moment om dat via SAC te gaan doen. Zeker met de live connecties, denk ik. Weet niet hoor. Nee? Want eigenlijk tot aan oktober vorig jaar was ik eigenlijk sceptisch over SAC. Omdat ik had gezien, dat was voornamelijk gebaseerd op offline data, tekstbestanden, Excel en zo. Ja. En toen zijn we aan de gang gegaan met live connecties naar HANA en BW toe. Ja, en dat lijkt eigenlijk gewoon best wel goed te werken. Okay. En heel veel backs-functionaliteit die kunnen we gewoon direct gebruiken in SAC. Dus hiërarchieën en dat soort dingen. En zien we dat ook allemaal terug op het event? Ongetwijfeld. Absoluut. Nou, dat gaan we zeker laten zien, ja. Ja. Alright. Nou, dan met die voetnoten moeten we denk ik hier belaten, man. Hebben jullie nog nabranders? Of is de nabrander, komt alle naar het event? Ja, dat sowieso. Dan praten we hier verder bij, denk ik. Nou, helemaal top. Alright, nou dan wil ik jullie hartelijk danken. Volgens mij hebben we weer een deep dive gegeven in de roadmap en de strategie van SAP. En ook onze visie gegeven op het hele verhaal. En een deel daarvan is misschien speculatief, maar ik denk dat we wel redelijk in de goede richting zitten. Nou ja, misschien nog één nabrandertje, Ronald. Xavier heeft natuurlijk een aantal voorspellingen gedaan voor 2018. Ah ja. En ik nodig iedereen uit om via de blog, misschien dat je die ook even onderin kan zetten. Zeker. Om die eens even te lezen. Want onze collega die heeft bijna voorspellende gaven. Want we zitten op eerste week maart. Volgens mij, wat is het, week 9 of zo. En volgens mij zijn de 3,5 punten al afgetikt. Dus, ja, dus het enige wat we nog kunnen missen is de Bitcoin Waldorfs. En dan zijn we volgens mij gewoon rond, of niet? Ja, en dan, de naamaanpassingen. Oh ja, die moet ook nog natuurlijk. Maar die komt met Sapphire. Sapphire, ja, precies. Ja, ik wou het zeggen. Die komt er dat hebben. Dat kan niet missen. Alright. Oké. Hey mannen, bedankt. En laten we de volgende podcast wat sneller doen. Doen we. Alright. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.